Het verspringen van het verkeerslicht van rood naar groen is voor de automobilist meestal het zijn om snel de verloren tijd in te halen. En dat kost benzine. Heel anders ging het toe bij de zuinigheidsrit van Utrecht naar Cannes, waarbij het de autobezitters erom te doen was zo zuinig mogelijk te rijden. De organisatoren van de rit onderwierpen iedere wagen aan een scherpe technische controle. Op een rollentestbank werd nagegaan of elke auto aan de eisen van het standaardtype voldeed, want wagens waaraan iets veranderd was, mochten niet aan de rit deelnemen. Met een speciale meetapparatuur kan men onder andere de overbrenging, het toerental, het aantal pk's en de ontsteking precies controleren. Het nauwkeurig testen van iedere auto nam nogal wat tijd in beslag. Toen de controlemetingen verricht waren en de benzinevoorraad was ingenomen, werd de tank verzegeld. Reeds voor de start waren de kandidaten uiterst zuinig met benzine. Voor een heel zachtzinnige benadering van het gaspedaal ontdeed menig deelnemer zich van zijn schoenen. Al vergt het rijden van de deelnemers niet zo'n ijzeren discipline als hier gesuggereerd wordt, een feit is toch dat ze zich heel voorzichtig uit de voeten moesten maken.